heb Oversloot, net als vorige week, eindelijk weer een keer in de basis. Hè? Ja, daar was ik wel heel blij mee. Is een hele tijd geleden, tijd niet in de basis gestaan. Dus nou ja, nu op linksback, al twee wedstrijden. Dus nou, ik ben er blij mee. Ja. Ja, dat is iets anders dan de rechterkant. Ja, het is wel echt even wennen. Er is een tijd geweest toen ik jonger was dat ik echt linksback af en toe niet wist waar ik moest lopen. Maar ik merk nu dat dat wel wat makkelijker gaat. Dat ik positioneel iets slimmer ben geworden, waardoor het ja, ook met je verkeerde been net wat makkelijker is. En ja, het gaat nu eigenlijk al twee weken best wel aardig, dus daar ben ik wel blij mee. Ja. Ja, met dat verkeerde been was er helemaal niets mee aan de hand, zeker in die eerste helft niet, want een prachtige goal was dat. Ja, 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 dat was gelukkig wel met mijn rechterbeen. Dat is toch een beetje nou, ja, in de trant van het naar binnen komen en schieten. Dat is vanaf links misschien wel weer makkelijker. Maar nee, tijdens de warming-up zag ik al een paar keer tijdens het geven van de lange ballen dat de wind toch wel ja, een aardige factor zou gaan spelen. Dus ik dacht al van als hij in de eerste helft een keer vrij komt te liggen, dan ga ik hem gewoon uithalen. En hij vloog er best wel aardig in. Ja, want hoeveel meter was het wel niet? Bijna 30, denk ik. Ja, ik denk dat als hij er niet in was gegaan, dat iedereen wel tegen me had gezegd van ja, wat haal jij nou weer in je hoofd met dat schieten van die afstand. Dus was al een stukje, ja. Dan doe je hem ook nog mooier via twee palen. Ja, 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 ja. Ik was echt heel lang in onzekerheid of hij erin zou gaan, maar uiteindelijk zag ik het net bewegen. Dus dat was een goed teken. Even over het team, want de eerste helft was fantastisch voetbal, net zoals twee weken geleden tegen Schravenzande. En dan in die tweede helft dan stokt het. Wat gebeurt daar dan? Ja, ik hoorde Jordi net eigenlijk ook al zeggen bij jullie. Ik denk, ja, uiteindelijk mag je de wind misschien niet helemaal de schuld geven, maar ja, het speelt oprecht wel een grote rol. Ik merkte in de eerste helft lieten ze ook wel ons wel behoorlijk opbouwen en hadden wij wind mee. En ja, liep het eigenlijk als een tierenlier. Ik denk dat die twee goals ja, waren echt heel onnodig. Je had prima met 3-0 kunnen gaan rusten. En de tweede helft gingen ze ons en wat meer vastzetten en merkte je dat die lange ballen gewoon, ja, die bleven gewoon een half uur in de lucht hangen. En nou, dat werkte aanzienlijk minder goed dan in de eerste helft met het spel over de grond. Maar jullie hadden kansen genoeg, hè? Zowel in de eerste helft als ook in die tweede helft, om deze wedstrijd helemaal naar je toe te trekken. Nee, ja, helemaal eens. Ik denk bij de eerste helft, ja, in die fase dat zij die 1-0 maken, was echt een fase dat je aan het wachten was tot wij 2-3-0 zouden gaan maken. Ook omdat we echt goed speelden. Volgens mij Jesse in een goede bal op de lat, een paar voorzetten die verkeerd landen. Maar ja, toen maakten we best wel snel 2-1, 2-2 en dan in de rust denk je van we gaan er overheen. En ik denk bijvoorbeeld, ja, zo'n penalty, ja, Jordi maakt ze normaal bijna altijd. En die kans van Arjan Ouwendijk, nou, hij neemt hem fantastisch aan. Dus ja, normaal bij Arie denk ik altijd van dat ze hangen. Maar die raakte hem niet goed. Dus ik denk als je deze wedstrijd nog 10 keer zo speelt, dat je hem zeker wel 8 keer wint. Ja. Dan zijn jullie 4 wedstrijden onderweg in die vierde divisie. Nog ongeslagen. Ja. Goede start? Ja, geen onaardige start. Ik denk als je echt een hele goede start had gewild, had je vandaag eigenlijk moeten winnen. Thuis tegen Smitshoek, wat ik gewoon een goede ploeg vind. Maar als je echt bovenin mee wil gaan doen, zul je dat soort wedstrijden denk ik wel moeten gaan winnen. Maar het is lekker dat je nog ongeslagen bent. En ik denk dat wij sowieso dit seizoen, ja, als we gewoon ons niveau halen, hoeven we echt van heel weinig teams te verliezen. Een paar keer nog zo'n eerste helft spelen, maar dan 90 minuten en dan is er niks aan de hand. Ja, dat zou helemaal top zijn. Dus daar gaan we volgende week voor.